We staan hier aan de rand van het voormalige vliegveld Valkenburg. Met hier achter mij de openheid, de weidsheid van het terrein waar vroeger de start- en landingsbanen lagen. Die zijn inmiddels verdwenen, die verharding is weggehaald. Wat we nog wel zien zijn een aantal markante gebouwen, zoals daar in de verte aan de rand de hangars en hier achter mij de verkeerstoren. Dat zijn gebouwen die zullen blijven staan als hier een nieuwe woonwijk komt. In deze aflevering ben ik heel benieuwd wat er allemaal nodig was om die vliegtuigen in de lucht te houden, om ze in de lucht te krijgen. De vliegtuigen die, zoals we weten, een taak hadden in het opsporen van Russische onderzeeërs. Het in de lucht houden van een Orion betekent niet dat dat maar met 10 man gebeurt. De 10 man crew. Er zit een hele piramide onder het in de lucht houden van een Orion. Ik vergelijk dat ook inderdaad altijd met een F-16 waar 1 piloot in zit. Maar er zitten 100 man onder om die F-16 piloot en die F-16 in de lucht te houden. En bij de Orion was het niet anders. Of ik een grote verantwoordelijkheid had, weet ik niet. Ik had wel een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Het kan nooit zijn dat je alleen aan een vliegtuig werkt. Je doet het altijd minimaal met z'n tweeën. Dus hetgene wat je doet, wordt altijd door een andere gecontroleerd. Ja, we zijn natuurlijk een radartje, dus we moeten zo op de deur intrappen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is omdat je veilig, dat je zorgt dat er veilig gevlogen kan worden. En dat je onderling separeert de vliegtuigen. En dat je het grondverkeer scheidt van het taxi in het verkeer. Dat je maatregelen kan nemen als er noodsituaties ontstaan. Dus ik denk wel dat je een essentieel beroep hebt. De vliegende bemanning had de technische dienst gewoon nodig om te kunnen vliegen. En ik heb zelfs een keer meegemaakt dat de commandant Zeemacht hier was. En dat er een korporaal komt en die zegt tegen die chef flight van joh, dit vliegtuig kan niet vliegen. Waarop die adjudant van die commandant vraagt, maakt die korporaal dat het vliegtuig niet kan vliegen? Ja, zegt de commandant, want dat maakt hij uit, want hij tekent voor de veiligheid van het vliegtuig. Kijk, en dat maakt je bij de vloot niet mee, zulke dingen. Dat een korporaal ging uitmaken of je wel ging varen of niet ging varen. Hetgene wat je doet, moet je gewoon goed doen. Daar heb je geen grijs in. Het is ofwel goed of niet goed. Wij zitten hier nu in hangar 6. Daar wordt momenteel de theatervoorstelling gedaan van Soldaat van Oranje. Maar in 1973 was dit een onderhoudshangar voor de Brigade Atlantique. En daar werkte dus aan het casco, dat wil zeggen systemen, hydraulica, lucht- en zuurstofsystemen en het hele casco van het vliegtuig zelf. Dus landingsstel, romp en besturingsorganen. Het werk op Valkenburg voor ons was de vliegtuigen onderhouden en zorgen dat ze op schema konden gaan vliegen. Als het vliegtuig terugkwam, dan hadden wij de taak om het vliegtuig weer operationeel gereed te maken. Dus dan mochten er klachten zijn, dan moeten we die oplossen. En als die klachten dan te groot waren, dan gaat zo'n vliegtuig de hangar in en dan wordt die daar gerepareerd. Dus hangar 6, hier konden 3 vliegtuigen in? Hier konden 3 briquet Atlantiques in. Ja. En de bedoeling was dat we dus hier aankwamen slepen. Een vliegtuig wordt geduwd, ja, gaat achteruit erin. En we moesten dan ook hier aankomen lopen. Hier precies in het midden was het de neuswielen. Ja. En daar zijn 2 lijnen die tussen de hoofdwielen kwamen. Die gele lijnen? Die gele, ja, lijnen. En dan zie je ook dat ze niet haaks op de deur staan. Dus dan moesten we op het laatste moment hier even een klein knikje doen, zodat, ja, de staart zo schuin naar binnen ging. En dan is het recht achteruit. Dus achteruit schuin in parkeren? Achteruit schuin in parkeren. Met zijn neus? Hij staat met zijn neus staat hij naar voren, zodat je, als er calamiteiten zijn, dat de vliegtuig ook meteen gewoon in 1 keer naar buiten kan, ja, halen. Militair parkeren? Uiteraard. Maar ook in deze hangar heb je waterschermen. Oké. Okay. Als er iets zou zijn? Iets zou zijn, dan doen ze de waterschermen aan. En dan zit even Katwijk zonder water. Omdat er zoveel water in 1 keer naar beneden komt. In 1 keer zoveel water naar beneden. Ja. Dat de waterdruk in Katwijk op dat moment even wegvalt. Even wegvalt, ja. Ja,
Je hebt de verkeerstoren, wordt het vliegverkeer en het taxiverkeer op het vliegveld zelf wordt geregeld. En met taxiverkeer bedoel ik dus ook de vliegtuigen die gebruik maken van de taxibanen naar het begin van de startbaan toe. Die torenverkeersleider die regelt het startend en landend verkeer wat binnen de controlezone van Valkenburg ligt. Dat is een controlezone, is een gebied horizontaal en verticaal begrensd. De omgeving die bestond dus uit twee hoofdstartbanen, dus de korte baan en de lange baan, en de diverse taxibanen naar die twee banen toe. Plus de dispersals, dus de plaatsen waar de vliegtuigen geparkeerd stonden. Jan, waar staan we nu? We staan hier op de kop van de korte baan 1735. En hoe lang is de baan? Hier? Ja, grofweg 1500 meter lang, 5000 voet ongeveer. Ja. En de baan is weg, hè? De ervaring is eruit. De baan is weg, helemaal eruit, ja. Je kan nog wel die contouren zien van die baan zo. Ja. En kon je vanuit de verkeerstoren deze plek zien? Ja, die kon je perfect zien. Okay, want dat zie je nu niet meer. Want wij zien nu de verkeerstoren niet. Nee, nee, dat okay. Klopt. Ja. Het is echt, de begroeiing is een stuk hoger geworden. Ja, zeker. Ja, het is enorm veranderd. En vertel eens over die hele koude winter, wat jullie toen meemaakten. Ja, 78, 79. Het was inderdaad een snoeiharde winter. En toen had het vreselijk geijzeld. En toen waren daar in die wetering, die Wassenaarse wetering heet het geloof ik, waren mensen aan het schaatsen. En die stopten bij deze baan, zijn over het hek heen geklommen en die zijn heerlijk op die baan gaan schaatsen. Daar kwamen we op een gegeven moment achter. Dat was dus niet de bedoeling. Dat zagen jullie vanuit de toren? Dat zagen we vanuit de toren. Dat gebeurt daar nou, dus mensen aan het schaatsen? Ja. Oké. Okay. Ja, dus die hebben we maar even met zachte hand weggehaald. Oké. Ja, we gaan nu proberen de verkeerstoren binnen te komen. Ja. Vroeger had je hier een mooie code. Ja. Maar ik kan me ook herinneren dat we een telefoon hadden en dat we naar boven moesten bellen, naar de koepel. Ja. En dan deed ze van bovenaf deze de deur open. En dan ga ik even proberen of die telefoon er nog in zit. Kijk. Hé, er staat hier ook gewoon telefoonnummer, koepel. Ja. 2964 koepel. Ja. Kijk. Niet te geloven, joh. Zo, die hier. Zal ik eens even bellen? Ja, bel eens. Kijk of die het nog doet. Even kijken of ik er ben. Ja. Kijk wat er gebeurt. Hè. Oh, er zit wel wat spinnen aan. Ja, dat maakt niet uit. Twee. Oh, hij draait niet meer. Is dat erg? Hij doet het niet echt lekker meer. Ja. Geweldig. Geweldig. Niet te geloven. En hier ook de telefoon van de toren staat er nog. Van de Meteo, dus Meteo waarnemer. En er staat hier nog iets boven gekrast ook. Maar er staat, 2353. Ja, ja. Daar, volgens mij is dat het hoofdverkeersleiding. Ook niet onbelangrijk. Ja. Goed zeg, hij zit er nog gewoon in. Mooi. Mooi. Ja. Nou, we gaan erin. Yes. Dan gaan we naar boven. Boven toe. Trappenhuis. Een beetje donker. Kijk, dat werkt allemaal nog. Ja. En deze trappen liep je dagelijks op? Ja, soms wel dagelijks. Dat ging er een beetje vanaf of je elke dag op de toren zat. Of dat je dus naar de radar ging. Maar wel heel vaak. Wel heel vaak. Goed voor de conditie. Dat wil ik geloven. Hoeveel treden zijn er? Geen enkel idee. Zo, hier komen we bij de Meteo. Overal apparatuur stond hier. Ja, en in verbinding ook met de koepel hierboven. In het begin ging dat telefonisch. Later is dat allemaal automatisch gegaan. Maar het is helemaal vol met apparatuur, zonder hier Meteo apparatuur. Wat een uitzicht, hè? Ja, prachtig, man. Prachtig natuurgebied. Super mooi. Die greppel die hier ligt, die sloot, die is nieuw, denk ik, hè? Ja, die lag hier helemaal niet. Nee, zeker niet. Het zal horen bij de nieuwe constructie allemaal. Ja. Want dan daarachter, zeg maar, bij die T-splitsing, daarachter lag de... Daarachter lag de baan. Daar lag de baan, ja. Denk je boven op de koepel, dan zie je dat beter, hoor. Ja. Denk ik. Want het is al enorm veranderd. Maar in principe had jij hier... Jij had hier niks te zoeken. Nee. Nee. Want jij zat hier boven. Ik zat hier boven, op de koepel. Ja. Deze hangars zijn speciaal gebouwd voor de Orion. Ja, dat klopt. Drie toestellen kunnen er in deze hangar. En dan met name deze beuk was speciaal ingericht voor inspecties. Okay. Dus een vliegtuig kwam naar binnen toe.
En we hadden aan die kant kantoren. Ja. Daar zat dan een chef die dan het inspectiepakket bij zich had. Ja. Daar hoorden dan een aantal mensen van de verschillende kwalificaties, kwaliteiten hoorden daarbij. En dan had je dus een inspectieploeg van ongeveer een 20, 25 man. Zoveel? Ja. Okay. Voor een bepaalde inspectie stond hij minimaal 3 maanden hier binnen. Zo, en dan werd ook echt behoorlijk veel uit elkaar gehaald. En daarna weer helemaal in elkaar gezet, proefgedraaid en dat was hij dus gereed. Hoe groot was zo'n vliegtuig nou precies? Vulde die hele hal? Nou, het vliegtuig vulde voor 90% de hal, zeg maar. De staart, moet je nagaan, die staat ongeveer een meter van de deur af. En de neus die staat ongeveer een meter of 10 van de muur af. Oké, okay. En die vleugels? En de vleugels die waren dus iets minder, als zo ongeveer 2 meter minder, als de deuropening. Dus het stond... Dus echt vol vliegtuig. Ja, ja. En dan daarna gaat zo'n vliegtuig op de krikken. Moet er helemaal los van de grond staan. En daar komen er allerlei stellingen omheen. Zodat alle monteurs ook een goede werkplek hadden op hun onderdeel. Oké, okay, dus eigenlijk helemaal in de stijgers. Ja, helemaal in de stijgers. Oké, oké. Okay. Dus die zwarte lijn, staat er origineel? Ja, deze beleiding die zorgt ook voor, want dit is het midden van een beuk. Dus ja, ze zitten precies onder het hoogste punt. Het hoogste punt. Dus dan weet je ook als sleper van een vliegtuig dat jouw trekker precies op het midden van de locatie van de plaats is. De deuren gaan dan open, waar je dan wel rekening mee moet houden met het slepen, dat je dus het bovenluik open doet. Voor de staart? Voor de staart. Ja, precies. Ja. Dat gaat niet mee met, met de deuren? Ja. Nee, want alle deuren moeten handmatig worden opengeduwd. Ja. En ze werden dus naar binnen gesleept? Ze kwamen dus niet met draaiende motoren naar binnen? Nee, het is allemaal naar binnen gesleept. Oké, okay, motoren uit? Motoren uit, en dan, alleen de landingsstel. 1 man in de trekker, 1 man voor de trekker, 2 man als tiplopers. Ja. En dan 1 man bij de staart. Dus je had altijd een clubje van de mannen 5, 6 nodig om zo'n vliegtuig binnen te zetten. Ja. En dan een soort instructie op die paal? Oh, ja. Is dat van het bedrijf nu? Of is nee, dat is van ons nog, van de onderhoudsdienst. Serieus? Er wordt uitgeduid hoe je de valbeveiliging, val- en klimbeveiliging moet aantrekken. Dat zijn harnassen. Ja. Als je op de vleugel loopt, dan ben je ongeveer 3,5 meter boven de grond. Ja. Dus dan heb je gewoon voor de veiligheid, de arbo, die je wenst dan dat je een klim- en valbeveiliging nodig hebt. En dit had jij dan ook aan? Als ik op de vleugel liep, wel. Want wat deed je op die vleugel dan? Wat moest je dan doen? Daar kan je dus brandstoftanks openmaken. Er zijn allerlei soorten verlichtingen op de vleugel. Je moet over de motor heen, wat dan van de motormonteur was. Maar heel vaak had hij dan pruikom even helpen. Ja. Even een handje. En dan die motorkappen eraf te halen. Want dat kan je gewoon niet alleen. Nou, de laatste treden. Ja, Ruud. Naar de koepel. Kijk. Jongen. Wat een uitzicht. Jezus. Dit was jouw werkplek? Dit is mijn werkplek. Heel vaak geweest, ja. Hoe was voor mij het leven hier op Valkenburg? Nou, de eerste 4, 5, 6 jaar maak ik er al een beetje moeite mee. Ik vond het niet altijd even leuk. Dan denk je van de wereld die ligt open voor je, maar daar zijn ze goed in bij de marine. Dat afbreken en daarna opnieuw opbouwen, dat gold toen zeker nog absoluut wel. Wij werden als assistent werden wij ingezet voor alles. Van zelfs baanverlichting maken, van die grote goten maken. Ga eens even koffie halen, weet je wel, dat soort dingen. En die oude verkeerstoren, die als je naar boven, naar de koepel ging, de koepel is dit, hè, waar je, die was, dan moest je buitenom. Dus dan moest je met een pot koffie moest je naar boven toe. Nou, dat kwam regelmatig voor, als het een beetje waaide, dat dus de helft van de koffiepleiter was. Het was zelfs zo, en op een gegeven moment toen had ik zo de kleren in. Ik zei tegen die oude van mij van, nou, ik ga de dienst uit. En... Wat deed die ouwe nou? Die schreef een brief naar de commandant hier in Valkenburg. Dat ze zo net die naar zijn zin had. Toen moest ik even boven komen bij de commandant.
En een week later zat ik op vliegveld de Kooi. zo ging dat. Hier zat de controller zo. Hier zat de assistent. En we hadden eventueel ook, als het te erg druk was, nog een supervisor. Die zat hierachter. Om de zaken in de gaten te houden. En eventueel in te springen. Ja. Maar in principe zat je met z'n tweeën en eventueel met z'n drieën? Ja. Oké. Ja, zeker. En dan hadden we... Even kijken hoor. Hier heb een radar gestaan. Ja, die apparatuur die is nogal wisselend geweest in de loop der jaren. Ja. Hier stond een radar af, toen ging ik van een radar. Daar kon je mee kijken, kon je dus ook het kruisend verkeer kon je in de gaten houden. Je mocht er niet mee dirigeren, maar je mocht wel informatie mocht je gebruiken ervan. Oké. Dan had je ook communicatieapparatuur, de radio's. Want wat zat hierin? Zaten hier monitors in? Ja, allemaal computers. Monitors. Ja, wat... Allemaal monitors. Wat het werk bijzonder maakt voor mijn gevoel is het feit dat jij dus die letterlijk die controle uitoefent vanuit die verkeerstoren op het hele luchtgebied. Dus in zijn totaliteit is het zo van het gevoel van jij regelt die zaak weliswaar samen met je ploeg, maar je regelt het wel. Je had uiteraard communicatie met Schiphol, communicatie met de radar. Ja. Even kijken naar je telefoonsets. Je had communicatie daar met de vluchtvoorlichtingsafdeling die in het VIP-gebouw zat. Ja. Dan kreeg je dus ook bijzonderheden door. Je crashbel, die heb je hier. Crashbel? Crashbel, ja, als er iets gebeurt, dan merk je, de uiterste is dus een crash, kist die op zijn bek gaat. Ja. Dan trek je de crashbel over, die gaat op het kamp. Op diverse locaties. Een soort alarm, zeg maar. Ja, dus puur alarm. Maar die knop staat hier. Die drukte jullie in. Ja, dat is een knop beschermd. Dat je die knop ongelooflijk aanraakt. Dat wordt gedoe natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Rode knop omhoog. Krijg je wel indrukken. Of trekken. En dan komen er de ambulances, de brandweer, de gronddienst. En ik zie hier achter jou nog één. Er zit nog één computerscherm in. Ja, deze. Ja. Ik ben even kwijt. Oh. Hey, kijk, er gebeurt nog wat ook. Er gebeurt wat? Sorry, dat had ik niet door. Escape misschien even. Het piept ook nog. Kijk nou, wat is dit? Is een hele layout. Kijk, volgens mij is het nog van de baanverlichting. Kijk, serieus? Ja. Kijk, maar hier heb je de korte baan. Hier heb je de lange baan. Hier heb je je parallel. Hier staat, als je goed kijkt, zie je 05. Ja. 2-3. Ja. 1-6. 3-4. Kijk. Daar stonden wij, 3-4, toch? Ja, daar zijn we geweest. Dus ik weet niet, nou, als je even de lamp... dan kunnen we even de lamp aanzetten. Maar die ding doet het nog gewoon. Hij geeft power. Nou, het reageert wel. Dit is toch niet te geloven? Ja, ik zal even de aanvliegverlichting voor de baan 23 aanzetten. Zo. Ja. Hoppa. Nou, dan gaan al die lampen daar. Kisten die kunnen van verre zien ze al de aanvliegverlichting. Nou, hop, zo. Wat op de grond ligt, is een groot lijkenhuis van, ik denk, tienduizenden vliegen. En ik weet nog dat we toen we hier werkten, hadden we ook al last van die vliegen. En ik ben er nooit achter gekomen. Waar die vliegen nou in godsnaam vandaan kwamen. We maakten altijd een geintje dat er een oude verkeersleider achtergebleven was. Maar ik weet het echt niet waar die vandaan komen. Daar hebben we zo'n ding geplaatst. Het is een apparaat waar al die vliegen in vliegen. Dat is nog uit jullie tijd, zeg maar. Zo'n vliegenvanger. Ja, Nou, hier heb je de nooduitgang, hè. Oh ja. Dus, ooit gebruik van gemaakt? Ik ben er één keer in geweest en ben ik heel snel naar boven gegaan. Want? Ik heb hoogtevrees. Oké, maar hoe hoog zitten we eigenlijk hier? Jo, weet je dat of niet? Ja, ik dacht een meter of 20. Oké. Maar ik weet het niet exact. Ja, dit is een giga veranderd hier. Je zou eigenlijk niet weten dat hij een vliegveld gelegen heeft. Zo. Je ziet wel echt hoe groot het vliegveld was. Het is enorm groot. Ja. Echt heel groot. Zo die... Ja, zonder meer. Die uitgestrektheid ziet en dan te bedenken dat het allemaal wordt volgebouwd. Hè? Dat hier straks een woonwijk komt. Ja, het is onvoorstelbaar. Ja, het is echt... Verkeerstoren is in principe dus voor het lokale vliegverkeer onder goede weersomstandigheden. Als het weer slecht wordt, dan kunnen de vliegtuigen niet meer op zicht landen. En dan heb je dus de radar
We staan bij het radargebouw. Ja. Je zat afwisselend hier en op de toren. Ja, klopt. En dit is het gebouw Falcon Eye. Falcon Eye. Falcon, ja. Van binnen hadden we 3 rondzoekradars, scopes en 2 precisieradars. Hierbovenop stond de rondzoekradar, 360 graden steeds, die dus het hele gebied van Valkenburg besloeg. Ja. Zowel verticaal als horizontaal. Ja. En de precisieradar, waar stond die? Die stond aan de baan en die scande dus in het dalingsvlak en in de koersvlak. Okay. Omdat je dus het vliegtuig moet je koersen geven en tegelijkertijd volgens de dalingslijn moet hij naar het landingspunt gaan. Ja. Ja. Zullen we binnen gaan kijken? Ja, is goed. Ja. Hier is de ingang deze kant naar de radarruimte. Dus achter deze deur, hier ging je erin. Ja, we kunnen nu niet filmen. Nee, we mogen niet filmen. Nee. Maar hier zijn 3 radarscopes voor de rondzoekradar en 2 final radarscopes. En daar zat je dan achter? Daar zaten we achter. En hier kon het wel lekker naar buiten in de zomer. Bij de winter trouwens ook, maar had je een verbinding met een slootje. En als je dan een uurtje of 2 achter die radar gezeten had, dan moest je eraf. Ja. En nu pak je een hengeltje. Even vissen. Ja, echt leuk. En daarna weer terug aan het werk? Daarna gingen we weer aan het werk. Gewoon even ontspannen. En dan even relaxen tussendoor. Kijk, oh, hoe mooi. Ja. Ja, zeker. Mooiste herinnering aan het vliegveld Valkenburg. Mijn mooiste herinneringen zijn eigenlijk als je dienst had op de verkeerstoren, 's morgens, en het was mooi weer, dan reed je de natuur binnen. En dan ging je alles op je gemakje openen, testen, communicatie, apparatuur, et cetera. Maar je zag ook het leven in de natuur. Want een vliegveld is een geweldig mooi en uitgebreid natuurgebied. Dat vond ik altijd fantastisch mooi. Het leven hier was als in een dorp. Mensen woonden hier gewoon. Dat was even wennen, in die barakken. Eén potkachel, voor de rest nergens verwarming. Douche was er niet bij. Ik was toen kindsoldaat, zeggen ze tegenwoordig. Ik was 17 jaar. En dan was ze weg en dan kroop ik het raam uit. Maar dat kon heel makkelijk, want het zijn lage ramen. Wat ik van de feesten vond, het is niet echt mijn stijl. Tijdens de film moest je dat gauw lijmen en plakken en dan riep iedereen fietsenmaker. Dat is natuurlijk not done. Dat doe je niet, dat mag niet tegen de militaire meerdere. Dus dan verlies je het toch. En dan stond ik weer bij de commandant. Dat had ik het weer gedaan, in subordinatie.